De binnenstad van Paramaribo is vanaf vandaag gesloten voor autoverkeer. En deze maatregel geldt voor 4 dagen. Dit zei korpschef Roberto Prade gisteren op een persconferentie van het ministerie van Justitie en Politie. Prade gaf aan dat de binnenstad te druk wordt en dat er chaotisch geparkeerd wordt. Met het afsluiten probeert de politie dat tegen te gaan. Ook zal de surveillance opgevoerd worden, zei de korpschef. De bedoeling is dat wij kijken naar een stukje veiligheid en we zijn van mening dat het voetgangersverkeer, de mensen die hun inkopen wensen te doen in de binnenstad, dat ze die toch wel op een rustige en veilige manier moeten kunnen doen. Maar goed, er is een beroep op ons gedaan door het bevoegd gezag. We hebben daarnaar gekeken. We hebben de zaak enigszins aangepast voor wat betreft de grootte van het gebied. We hebben het iets kleiner gemaakt. En voor wat betreft het aantal dagen. Het zou 2 weken in beslag nemen. We hebben het teruggebracht naar 4 dagen. De dagen waarvan wij denken dat de drukte echt wel op zijn top zal zijn. Dat wij zoveel als mogelijk het gebied, dat is een aangegeven, dat wij zo min mogelijk voertuigen binnen dat gebied willen hebben. De korpschef hoopt op de medewerking van de stadsbezoekers en moedigt ze aan om wat meer te lopen. Prade legt uit hoe de situatie er vanaf vandaag uit zal zien. Parkering hebben we een stuk kleiner gemaakt. Te beginnen bij de Maartenstraat, Jodenbreestraat. Dus het zal dan niet mogelijk zijn om vanuit de Maartenstraat de Jodenbreestraat in te slaan. We hebben de Domineestraat, Jodenbreestraat. Dus vanuit de Domineestraat zult u dan rechts op de Jodenbreestraat in moeten gaan. Dus vanuit Spanhoek. En de Zwartenhoevenbrugstraat, Steenbakkerijstraat. Klein, we hebben het klein gehouden. Want de mensen voelden zich gedupeerd en benadeeld. Maar ik denk dat we op deze manier toch wel een poging hebben gewaagd om het voetgangersverkeer in alle vrijheid en veiligheid de ruimte te bieden om de zaken te doen in de binnenstad. En dat was korpschef Roberto Prade. Hij sprak gisteren over het autovrijhouden van een deel van de binnenstad. De politie hoopt het op die manier aangenamer te maken voor de mensen die gaan winkelen.